Ik moet eerlijk bekennen, één keer per jaar valt zo'n ding op de vloermat binnen. Wat? Tarief-marktintegratie. Geen idee wat dat zou moeten betekenen. Kwalitatieve warmtekrachtinstallaties. Ah, dat is interessant. Dus er zijn ook niet-kwalitatieve warmtekrachtinstallaties. Als ik al deze rubrieken zie, met al de verschillende kwalificaties, met de prachtige benamingen die in poëzie zeer hoog zouden aanslaan, daar twijfel ik geen seconde aan, maar toch niet op een eindjaarafrekening. Als ik dit zou moeten narekenen in detail, daar begin ik niet aan. Ingewikkeld, hè? Vinden jullie dat ook? Er zijn nochtans oplossingen, betaalbare vaste contracten. En die variabele contracten, ja, die moeten gewoon veel duidelijker, leesbaarder zijn met minder indexatieparameters. En je zou op elk moment de mogelijkheid moeten hebben om te controleren hoeveel je bent aan het betalen voor je energie. Vinden jullie dat ook? Teken dan onze petitie.